Ik speel Holly. Holly is een lid van de jury. Dus de serie gaat over een assisezaak. En er worden juryleden gevolgd en ik ben een van die juryleden. Holly is iemand die iets goed te maken heeft of iets recht te zetten heeft voor haarzelf tijdens die zaak. Dus voor haar is alles wel heel. Het heeft iets enorm symbolisch ook voor haar, die assisezaak. Omdat het ook een spiegel is naar het verleden enzovoort. Bon, ik mag niet te veel zeggen, want het is een spoiler. Maar het geeft daardoor. Het is een personage met een heel heftige façade. Ze ziet er eigenlijk uit alsof dat ze alles wel op een rij heeft voor haarzelf. En dat ze alles. Haar boeltje is in orde, zelfverzekerd enzovoort. Maar daarachter zit eigenlijk veel verdriet en angst. En trauma's en iemand die eigenlijk heel, heel hard op zoek is naar warmte of zo. En voilà, dat is Holly. Een gelaagd personage is gewoon een cadeau voor een acteur. Dus ja, dat is gewoon fijn. Dat is echt fijn. En met een fijne bende gewoon. Dus nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb ook nog maar 2 afleveringen gezien. Dus ik wil ook. Het fijne aan de serie is ook dat je zo weinig. Ik kom wel in contact met bepaalde personages, maar heel veel mensen hun werk heb ik nog niet gezien. Dus voor mij gaat het ook gewoon kijken zijn naar de serie waar ik heel veel ook niet vanaf weet, behalve van op papier dan. Dus ik ben super benieuwd. Ik vond het heel fijn om met Wouter te werken. Ik kende Wouter gewoon van pinten mee te drinken in de Ventura. Dus eigenlijk kenden we elkaar nog niet zo goed buiten elkaar tegenkomen daar en op filmfestivals, denk ik. Ik vond het altijd een fijne gast en ben heel blij dat ik Holly mocht spelen, dat hij mij gevraagd heeft daarvoor. Nee, ik weet dat dat zijn eerste grote opdracht was, maar ik heb dat op geen enkel moment gevoeld. Ik vind dat hij dat heel straf heeft gedaan. Ook nu de montage en zo is heel goed gedaan. Het ziet er super uit. Dus nee, het was de max. Het was echt fijn. Het is iemand die, denk ik. Ja, die nuchterheid heeft van. Soms zijn regisseurs zo. Hebben die dan de nuch zijn dat zo nuchtere mannetjes? En Wouter doet dat. Maar tegelijkertijd heeft hij ook een grote emotionaliteit. Ik weet niet hoe dat hij dat doet, maar hij combineert dat heel schoon. En dat vond ik fijn. Als ik voor Ontroerend Goed werk, dan voel ik mij meestal een versie van mijzelf. Dus dat is wel spelen, dat is zeker spelen, maar dat is altijd binnen. Dat blijft Charlotte of zo. Terwijl als ik zo'n Holly mag spelen, dat zit ook in mijzelf. En ik moet dan zeker ook uit mezelf halen, ergens. Maar ik mag even, als die zeker in die grote heftigheid moet kruipen als personage en zo heftige dingen meemaakt, dan is dat een soort van alle remmen los. Of dan mag ik even echt iets anders zijn. En ik doe dat heel graag. Maar dat kan ik bijna niet. Dat geeft mij gewoon zo andere dingen, op andere manieren. Spelen voor Ontroerend Goed of spelen voor dit, voor iets als de 12 bijvoorbeeld. Ik zou gewoon heel graag hebben dat het een en het ander naast elkaar blijven bestaan. Dat is gewoon de luxe voor mij. Ik weet nog dat als we het uiteindelijk draaiden, dat is iets raar. Je leest iets op papier en er is van alle fantasie dat nog gebeurt in je hoofd, van hoe dat het er dan gaat uitzien. En wie dat alle personages gaan zijn en zo. En dan draai je dat en dan is dat één keuze. Dan is dat hoe dat we het die dag hebben gedraaid, hier in dit gebouw. En voilà, dat is het dan. En dat is goed en dat klopt. Maar dan denk je ook, ah ja, het is gebeurd. En nu daarnet kwam ik naar boven hier. Ik liep tussen een bende mensen die hier nu zijn om een jury samen te stellen. Echte burgers die opgeroepen zijn. En dat voelde net hetzelfde. Dat had zo net dezelfde, eigenlijk een beetje knulligheid van die mensen bij elkaar en zo een klein beetje niet weten wat te zeggen en zo eerste schooldaggevoel en zo een vrouw die naar mij kwam en zei, ja, ben jij hier ook voor de jury? En ik zo, nee, maar zo, maar dat wel de, en wat ik fijn, dat vind ik fijn dat zo, ik denk dat we erin geslaagd zijn om het zo eerlijk en echt mogelijk te tonen zonder dat het dan sensationeler of groter of dramatischer is op sommige momenten. Het is ook gewoon of zo. En dat vind ik mooi dat we dat hebben proberen combineren.
dat grote drama met heel gewone mensen. Wij moesten daar constant zijn, ook als wij niet echt veel moesten doen behalve daar zijn. Dus ik had soms gewoon een dag, een dag Jos de Pauw of Maaike Kafmeijer, die zo ook enorm schone dingen heeft gedaan, echt straf. Wat ik ook nog nooit van haar gezien had op die manier. Dus ja, dat was soms echt gewoon naar tv gaan kijken in het echt. Dus een beetje alsof ik soms in een theaterzaal zat en mocht kijken. Maar nee, en daarom ook, ik ben heel benieuwd. Er zijn heel veel dingen die ik ook nog niet weet. Heel veel mooie scènes die gedraaid zijn, dat ik echt nog niet weet hoe dat die eruit zien. Dus, ja. Cinefox.